Welkom bij Bollenstreek van Toen, een programma dat we maken samen met historische verenigingen en instellingen en mensen die geïnteresseerd zijn in geschiedenis. Vandaag de gast Henk van der Pol. Hij maakte dit boek. En dat boek heet Verlangens naar Toen. En daarin beeldt hij de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw uit. Hij neemt ons mee aan de hand met beelden en verhalen en gedichten. Klopt. Ik wil je daar van harte mee feliciteren. Dus we beginnen op ons beider verzoek om met een proost te doen op jouw mooie boek. Dankjewel. Een lijvig boek, een echt koffietafelboek. Ja, ruim een kilo. Ruim een kilo. En we gaan eerst een slokje nemen, uiteraard. Want anders zitten we hier voor... En nogmaals dus gefeliciteerd. Nou, dankjewel. Je brengt dus die jaren 50 en 60 van de vorige eeuw tot leven. Waarom wilde je dat? Waarom wilde je dit boek maken? Nou, laat ik beginnen bij het begin, dat ik al heel lang schrijf. Ja. Ik kom oorspronkelijk uit het onderwijs, taaldocent. En ik kreeg toen al heel veel het verzoek van, kan je niet voor Sinterklaas een gedicht? En dat was vrij simpel op een gegeven moment. Een vriend van mij zei, Henk, jij schrijft zoveel gedichten, je moet er wat mee doen. Probeer een site te maken of zo. En dat heb ik gedaan, 20 jaar geleden. Mm-hmm. Het heet Gedicht voor jou. En dat is eigenlijk wel een succes geworden. Het ging me steeds makkelijker af, het dichten. Ik vond het leuk. Ik ben ook verhaaltjes gaan schrijven, maar dichten vond ik eigenlijk leuker. En toen ik met pensioen ging, toen kreeg ik tijd zat om na te denken van, was dit het nou? En dan kom je vanzelf bij vroeger. Je ziet van alles langskomen aan, op Facebook ook, van vroeger. Ja. En dan denk ik, ga er een boek over schrijven. En ik heb een heleboel foto's. Ja. Ik kreeg de oude fotodoos van mijn moeder. En daar heb ik aardig wat uitgehaald. Goede, bruikbare foto's. En toen dacht ik, daar ga ik mee aan de slag. Mooi. Ja. En waarom wilde je die tijd in beeld brengen? Wat heb je met die tijd? Onze jeugd, ja, uiteraard. Onze jeugd, ja. Zou je die 50 en 60 jaren in een zin of in een woord kunnen samenvatten, kunnen pakken? Voor mij, hè? Ja. Een heel gelukkige tijd. Een gelukkige tijd. Ja. Zorgeloosheid, zeg ja, maar. Ja. En de saamhorigheid die er toen was. Ja. Dat is een beetje verdwenen, vind ik. En wat dat betreft, verlangers naar toen, dat is een stukje verlangen naar hoe het was. Ja. En hou me ten goede, ik ben helemaal niet iemand die het in het verleden leeft. Ik blijf er echt niet in hangen. Nee. Van vroeger was alles beter, dat is allemaal flauwekul. Ja. Maar het is wel leuk om zo af en toe eens even terug te kijken. Het was een vriendelijke tijd, hè? Nou, zeker. Mensen hadden veel voor elkaar over. Ja. Ja. Het was ook, kijk, 50 jaar, hè? Het was nog maar 5 jaar na de oorlog. Een opbouwtijd, van opbouw en... Precies. Ja, we waren arm. Eigenlijk bijna allemaal. Iedereen was arm, ja. Ja. De enkeling misschien ja, niet. Ja, maar je was met weinig tevreden. Dat klopt. Ja, we hadden niks. Nee, we hadden niks. We hadden niks. We hadden elkaar. Ja, aan het begin had ik nog niet eens zakgeld. Het is dat mijn vader iets meer ging verdienen en wij kregen een dubbeltje op zaterdag. Ja, ja. En ja, er was ook school op zaterdag, moet je er ook nu niet aan denken. Nee. Er is veel veranderd, hè, in die 60 jaar. Klopt. En dat is hard gegaan. Ja. Maar we hebben nu dit boek. Jij gaat ons daarvan dingen laten zien. En ja, het zal Memory Lane worden. Ik denk dat een heleboel mensen die kijken zeggen, oh ja, en weet oh, je nog? Feest van herkenning, ja, weet je nog. Maar je zei al, ik wil er niet in dat verleden blijven hangen. Je mag af en toe lekker, vooral als die wintertijd, gezellig, 's avonds. Beetje mijmeren. Een beetje mijmeren, ja, exact. Je gaat terug in de tijd ja, en het kan mooi met dit boek. Zullen we beginnen? Is goed. Wat zien we hier? Ja, weet je nog, de schoolmelk. Ja. Sommigen zeggen, praat er niet van. En anderen zeggen, heerlijk. Ik vond het verder prima. Ik vond schoolmelk prima. Ik woonde eigenlijk al snel ver van school. Ja. Omdat wij gingen verhuizen naar een nieuwbouwwijk. En ik moest dus altijd fietsen en kwam vroeg op school. En dan kwam de bovenmeester naar buiten en die zei, kom eens. Wil jij even de rietjes in de flesjes doen, ja, en ze ronddelen in de klasse? Ja. Nou, dat vond ik hartstikke leuk. Was trots dat ik dat mocht doen. Maar de hele school rook dan naar die melk, hè? Weet je dat nog? Zo'n ja, zurige lucht. Ja, klopt. En 's winters werd het in mijn school opgewarmd zelfs. Oh ja? Maar zo, ja, kreeg je warme melk. Nou, dat was
Helemaal niks? Dat is helemaal niet lekker. Maar zomers werd het goed, soms ijskoud geserveerd. Dat weer wel. Nou, als het heel koud was, dan vonden de meeste kinderen het wel oké. Ja. Ja. Maar zodra het te lang in de klas had gestaan, dan werd het al een beetje opgewarmd. Nee, ik vond dat warme melk niks. Nee, ik ook niet. Hoe kouder, hoe liever. Ja, het was ook nooit chocolademelk, hè? Dat was er niet. Alleen wat je hier ziet op de foto, een melkflesje met een zilveren dop en een rietje. En de flesjes werden weer opgehaald, want er waren geen verpakkingsmaterialen. Nee, dat was er niet. Heb jij nou ook bij dat eerste plaatje al een verhaaltje? Ja, dat heb ik wel, maar dat is niet zozeer over de melk. Het gaat meer over dat meisje. Oké. Okay. Want je zei al, je bent goed in dichten. En dan niet, het is niet heel jaar Sinterklaas. Nee. Dus je hebt waarschijnlijk ook gedichten gemaakt voor huwelijken en voor verjaardagen. En voor trouwerijen, maar ook begrafenissen. Ook. En euthanasie, en noem het maar op. Alles, hè. Alles komt langs. En mensen die vertellen gewoon, die geven alles bloot aan je, want je moet er een gedicht over maken. Ja. En daar moet ik heel integer mee omgaan. Doe ik ook. Maar ik denk wel eens, wat schrijf je veel van jezelf op? En je geeft het zomaar weg. Maar wat ik al zei, ik ga er heel voorzichtig mee om. Mensen en ze krijgen van mij een inkijkje in het leven. In hun leven, ja. In hun leven. En dat is soms best moeilijk. Mm-hmm. Ja. Ik heb wel eens een gedicht moeten maken voor een broer die de volgende dag, omdat hij een heel slecht leven had, vond hij zelf, geëuthaniseerd zou worden. En dat, of ik dat gedicht kon maken. En dat schud je dan zo uit je mouw? Nou, ik schud het niet uit mijn mouw. Ik moest ervoor gaan zitten, ja? Maar toen het gedicht klaar was, ik heb wel zoiets van, als ik eenmaal begin en ik heb het gevoel, dan vloeit het ook uit mijn pen. Ik hoef er weinig voor te doen. Het lijkt net of het binnenkomt. Ja. En dan schrijf ik het op. Ja. Maar dan heb ik wel zoiets, als ik het dan daarna lees, dat soms bij mijzelf de tranen in mijn ogen springen. Ach. Ja. En bij mijn vrouw al helemaal. Ja, een andere. Ja. Maar dat is het toch een soort ergens haal je die inspiratie vandaan natuurlijk. Ja, ja. Ergens Het zit ergens. Het komt inderdaad ergens binnen. Ergens komt het binnen. Ja, ik krijg het. Maar wil je hier al iets over het meisje? Want kijk, jij bent de baas over wat jij wil. Nou, ik wilde met liefde wat over vertellen. Dan moet ik nog gaan zoeken ook naar. Nee. Want jij hebt het boek ook. Ik heb het boek ook. Ja. Maar er zitten allemaal roze dingetjes tussen. Hè? Ja. Dus jij, en we hebben foto's. Dus jij mag zelf aangeven bij welke foto je iets wil vertellen. Nou, ik wil hier met alle liefde wat over vertellen. Dan lees ik het gedicht niet voor, want dat heb ik niet voorbereid. Oké. Okay. Maar deze foto vond ik zo, zo geweldig. Zo schattig. Dat ik spontaan verliefd werd, al ben ik 70, op dat meisje. Ja, ja. En ik had ook zoiets, als ik zo oud was geweest als zij toen, dan was ze mijn vriendinnetje geworden. Vast en zeker. Ik vind dit zo'n gave foto. En lijkt jouw vrouw toen ze kind was op dit meisje? Nou, dat vind ik dus wel. Ja, natuurlijk. En het mooiste is dat wij, we zijn pas in Amerika geweest, daar woont mijn vrouw's jongste zusje. En toen zegt ze, dat ben ik, dat lijk ik wel. Nou. En dat was ook zo, want ze liet foto's zien van vroeger en ze lijkt er echt heel erg veel op. Dus het zit wel in de lijn. Het zit precies, wel in de familie. Vooruit. Dus ze had het kunnen zijn. Ja. Nou, dan gaan we naar het volgende plaatje. Zal ik dat doen? Dat is de kolenboer. Oh, zal ik die opzoeken? Zoek die maar op. Ja, zoek ik op. Ja, de kolenboer, die kwam aan huis. En dan, we hadden een kolenkit en een kolenkachel. En werd in de kachel. Later werd het een olietankje zelfs, een petroleumtankje. Later werd het een gaskacheltje. Ja, dat is van veel later. Toen werd het cv. Ja, maar de stappen even. Ja, hè, ja dat klopt. Dat klopt. Ja. Nou, de kolenboer die kwam in de straat. Bij ons ook. En wij hadden. Ik woonde 3 hoog in een ook nieuwbouwwijk. Zeg maar gebouwd in 354 ongeveer. Ja. En op het balkon had iedereen een deksel met een kolenhok. Ja, een kolenhok. Dus daar moest de lieve man naartoe. En als je staf had, moest je ook naar het kolenhok. Nou, ik niet hoor. Dat was ergens anders. Kruimeltje kon niet. Uit de film. Kruimeltje. Dat weet ik. Ja. Zal ik het voorlezen? Ja, ja, graag. Kolenboer staat hier. Ja. Dan moet ik nog mijn bril opzetten ook. Ja, nou, we hebben de tijd. We hebben de tijd. Als het kolenhok bijna leeg was, liep mijn vader naar de hoek, belde in de telefooncel en kwam de kolenboer op bezoek. Zijn volgeladen wagen reed in onze straat en plein publiek en stopte dan met piepende rem halverwege voor ons portiek. De kolenman met zwart gezicht, zijn handen vol met kloven, nam een zak met kolen op zijn nek, liep 6 trappen op naar boven. Dat deed hij dan een aantal keer met het allergrootste geduld,
net zo lang tot hij klaar was en het kolenhok gevuld. Ik hoorde dan vaak zeggen, zoveel kolen is een mut, maar daarmee rekent men niet meer. Dat heeft nu geen enkel nut. Het kolenhok op ons balkon was weer aardig volgestouwd, maar goed, want de winters toen waren behoorlijk koud. Ja, ook dat nog, hè? Veel kouder. Ja. En die kachel, die kolenkachels gaven verschrikkelijke hitte af, hè? Daar moest je niet te dichtbij zitten. Nee. Het was erg warm. Mijn moeder zette ook vaak zo'n rekje ervoor, omdat het zoveel warmte afgaf. Ja. En je zat er zelf als kind graag bij. En tegen de tijd Sinterklaas was, kon het eigenlijk zo warm zijn dat de chocoladeletters gesmolten in de schoen lagen. Ja, dat is wel waar. Ja. Maar het was. Vroeger had je ook van die kolenboeren die brachten van die eierenkolen. Maar die hadden wij niet. Brikettenachtige dingen. Ronde dingen. Dat was duur. Dat ging veel langer mee. Maar je zei al, we hadden niet zoveel. En wij ook niet. Dus we hadden gewoon dat gruis. Ja, en als je dus morgens wakker werd, was het gewoon ijskoud overal in huis. Precies. En dan moest het weer een beetje worden opgepoord. Ja, en dan kwam het weer een beetje tot leven. Juist, ja. Oh, jij weet er alles van. Ja, tuurlijk. En wat denk je dan van de Mika glaasjes? Ja. Wat zien we hier? Watersnood. De watersnood, 52, 53. Ja, het begint 53. Ja. Van eind januari, februari. Ja, dat is een heel apart verhaal ook, want mijn moeder en vader hadden al één zoon. Dat was mijn oudere broer Kees. En de uitzet hebben ze toen naar Zeeland gestuurd. Niet wetende dat ze eigenlijk al zo goed als zwanger was van mij. Oh, ja. Dus je kreeg alles, allemaal nieuwe kleertjes. Alles moest, weer opnieuw. Nou. Maar ze hadden al niet zoveel, dus dat was wat. Maar die foto vind ik echt, die zegt zoveel van dat kind. En die soldaat, geduldig. En het maakt hem helemaal niet uit dat er melk op zijn jas wordt gemorst. Was een slechte tijd toen. Het was echt een slechte tijd. Maar ook daar hoor ik ook van andere gasten in dit programma Bollestreek van toen. Er werd enorm veel geholpen. Van alle delen uit Nederland kwam er hulp. En alle mensen die weg moesten daar, werden ook opgevangen in het hele land. Hè? Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Ja. Want mijn oma had twee meisjes uit Zierikzee. Ja. En het leuke is dat je dan als gezin, want mijn moeder die wist daar natuurlijk alles van. Wij woonden in Delft en vlakbij oma. Dus die zag die meisjes ook. Daarna ga je op bezoek in Zeeland en ben je daar weer welkom. Ja. Want die vriendschap blijft voor altijd. Ja. Waren mooie dingen. Ja. Mooi, hè? Ja, echt. Ik vond dat fantastisch. Maar ook vanuit het buitenland werd heel veel. Want je ziet uit die tijd bijvoorbeeld postzegels van Nederland met extra geld erop. Maar die zag je in het buitenland ook. Voor de watersnood. Ja, ja. Dus er werd heel veel geholpen, ja. Klopt, klopt. Nou, ook ik heb blokfluitles gehad. Praat me er niet van. Jij ook? Praat. Ik vond het verschrikkelijk. Ik ook. Ja. En dat klonk ook heel vals om met z'n allen op een rij, hè? Maar als je een instrument wilde gaan bespelen, dan moest je beginnen met de blokfluit. Iedereen. Ja. En ik zat in de tweede klas. Vroeger had je nog klassen, hè? Dat heet nu groep 4. Ja. Tweede klas. En iedereen mocht op blokfluitles. En ik mocht ook. En ik vond het heel spannend. Blokfluitles. Je kreeg een blokfluit. En je mocht gaan spelen. Heel simpel. Boer, er ligt een kip in het water. Of Issy, Dissy, Douw. Dat Vader waren die Jacob. Hele... Ja, heel simpel. Heel simpel. Drie noten. Ja. Nou, dat kon je wel. Dat was niet zo heel moeilijk. Mm-hmm. En waarom vond je het dan verschrikkelijk? Nou, ik vond het al gauw jammer dat ik de tijd aan moest besteden buiten school. Want het was altijd na 3:30 en dan moest je nog blokfluitles. Ik ging liever naar huis om te spelen. Ja, ja. En dan moest dat. Dus ik wou eigenlijk na een jaar eraf. Maar dat mocht niet van mijn vader. Ik moest erop blijven zitten. En traumaatje, Henk, traumaatje. Ja, ik zal je eerlijk zeggen. Ik was altijd in mijn tas aan het zoeken naar mijn blokfluit. Want ik wilde nooit voorspelen, want dat kon ik niet. Ik had het niet geleerd. En dan luisterde ik goed. Het gaat zo ongeveer. En toen floot ik het wel na, dan leek het nog ergens op. Maar heb je het lang moeten doen, heel jaar? Ja, of? Ik heb het geloof ik tot het eind van mijn lagere school moeten doen. Echt? Ja, ja. Ik heb het verafschuwd. En het erge is dat ik nog niet eens één noot kan lezen. Want ik weet het nou nog niet. Ik heb alleen maar naar buiten zitten kijken. Maar als je groter werd ook nog? Ja, volgens mij de vijfde klas of zo. Oh. De zesde klas. En ik was er helemaal goed klaar mee. Heb je er ook wel een gedichtje bij gemaakt? Oh, vast wel. Uit boosheid of uit... heb je daar opgetekend dat het moest van je vader? Ja, dat heb ik wel. Maar dan moet ik weer even gaan zoeken waar die staat. Want... Nee, dat maakt allemaal niet uit, joh.
Dat is goed. Blokfluitles, 43. Komt-ie. 43. 43. Ik moest vroeger naar blokfluitles. Maar ik heb echt nooit geweten wat noten deden op die balk en hoe ze allemaal heten. Do, re, mi wist iedereen, maar soms was het sis of bes. Ik keek liever door de ramen tijdens elke blokfluitles. Ik zat me dikwijls te vervelen. Ik kan nog steeds niet blokfluit spelen. Oh, geweldig. Nee, je hebt toch een vrolijke noot. Ja, ja, natuurlijk. Het is al lang geweest, dus waar maak ik me druk om? Er werd ook gezegd, niet klagen, maar dragen. Hè? Klagen en zeuren. Nee, dat kwam vroeger helemaal niet voor. Nee. Maar gewoon niet. Nee. Maar niemand had daar tijd voor. Iedereen was bezig met wederopbouw. Dat woord gebruik je net al. Ja. Mijn vader had er ook een rol in. Die was ingenieur en die was constant bezig met weg- en waterbouw. En allemaal bruggen bouwen. Dat moest toen. En daar had hij druk mee. Ja. En je moeder was die huisvrouw? Ja, mijn moeder was huisvrouw. Want als ze trouwden, moesten ze stoppen met werken, hè? Nou, ja, klopt. Ja. Klopt. En dat heeft zij ook gedaan. Zij was gewoon altijd thuis. En tegenwoordig is dat niet meer. Maar ik kan je wel zeggen dat dat ook sfeerverhogend werkt. Want als je zegt, heb je een heerlijke jeugd gehad? Ja, het was zo vertrouwd. En als je thuis kwam, was er een kopje thee. Met een stukje chocola. Ja. En moeder was er altijd. Ja. 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 Ja, als je naar huis rende, dan wist je gewoon, daar is altijd iemand een touwtje uit de bus. Ja, een touwtje uit de bus. Ja. Hadden wij niet, want we woonden in een flat. Oh, maar er was geen touwtje uit de bus. Maar ik ken het fenomeen, want bij mijn oma was het wel. Ja. Ja. Anders bleef ze lopen. Ja, precies. Dus gewoon naar binnen allemaal. Ja, ja. Dat kon, hè? Ja. Ja. Kijk eens. Ja. Nou, die kent iedereen. Heb jij ook het boekje Voetstapjes in de sneeuw? Vast en zeker. Ik heb het niet meer. Ik heb al mijn boekjes weggegeven. Ja, ik ook wel. Maar deze kregen we dan met kerst, hè? Ja, klopt. En een sinaasappel erbij. En twee walnoten. Ja. Die ook. Die kregen we ook. En een sinaasappel, inderdaad, zo'n grote. Ja. Navelsinaasappel. En dat rook zo heerlijk, want dat had je nooit, hè? Die sinaasappel. Nee, dat kreeg je bijna niet. Van de Hulst, hele romantische boekjes. Zielig vaak. Zeker. Ook arm, spannend, arme mensen. Spannend ook. Spannend. Het was koud, bitterkoud. Altijd koud, bitterkoud. Bitterkoud. Ja, alleen het woord al. Ja. Ja, heb ik ook trouwens wel een gedichtje over. Ja. Staat achterin. Ja, dat... Nou, dan hoor. Kijk, ja, zal ik dat Van de Hulst heeft heel veel boekjes geschreven. Ja, ontzettend veel. En met kerst krijg je die dan vaak cadeau. Ja, is dat wel bij alle scholen zo geweest? Ik zat vroeger op een christelijke school, daar kregen we dit. Ja, wij kregen het wel, ja. Een christelijke school, ook na het kerstfeest. Precies. Liep je naar huis met... En dan kreeg je een boekje mee. En een sinaasappel, ja. Maar mijn broertjes kregen ze ook, iedereen kreeg... Ja, ik vond het helemaal top. Wege van de Hulst. Toen ik jong was, kregen we elk jaar, als het kerstvakantie was, een sinaasappel in een netje met twee noten in de klas. Ja. Ook een boekje om te lezen van der Hulst zat er dan bij. Samen met mijn broertjes hadden we er thuis zo al een hele rij. Het Wegje in het Koren was er. Of Kareltje, of Bruin de Beer. Het Huisje in de Sneeuw. Zo spannend las mijn opa keer op keer. Het mooiste vond ik Kleine Zwerver. Oh, zo spannend. Wangen rood. Dikke tranen. Ook van blijdschap. Ja. Bij mijn opa op zijn schoot. Je beschrijft het op een manier van... Het ademt ook veiligheid uit op een bepaalde manier. Klopt. Ja, dat is ook zo. Maar hoe veilig was de tijd niet? Veel veiliger dan nu. Ja, dus ik heb hier nog een verhaaltje. Nou, dat komt misschien straks nog aan de orde. Maar dat is het toppunt van veiligheid. Wat daaruit voortkomt. Ja. Onthoud je hem? Dat je... Ja, ik kan hem nu al pakken, maar dan heb ik er geen foto bij. Ja, dat komt later, die foto. Oh, die foto komt later. Ja, veilig. Hier, daar heb je hem. Dat is deze. Oh, ja, okay. Dat is deze. Witte vrouwensingel. Witte vrouwensingel. Ja. De bushalte. Dat is de vrouwen hadden nog geen broeken aan, hadden alleen maar jurken en rokken. Ja. Met petticoats eronder. Ja. Waren heel vrouwelijk. Klopt. We hadden nog niet zoveel van al die LHBT... Hou op. Nee, dat was er niet. Nee. En, mannen waren mannen en vrouwen. Het was eigenlijk heel zwart-wit ook wel, hè? Ja. Ik denk dat de homoseksualiteit er wel was, maar nog een beetje verborgen. Wij wisten helemaal niks. Nee, ik wist niet eens wat het was. Nee, we wisten niks. Ik zal je zeggen, de Albert Mol was de eerste waarvan Albert werd verteld... Mol, die is homo. Nou, en het zei me niks. Het zei me helemaal niks. Nee. We waren een beetje naïef, hè? Nou, een beetje. Een beetje naïef. Ja. Ja. Dit heet naar oma toe. Naar oma toe. Ik had een oma in Hogeveen wonen en zelf kwamen wij uit Rijswijk. Ja. En er reed een trein vanuit Den Haag via Voorburg. Ja.
Vakantie in de zomer duurde vroeger al een hele poos. Vandaar dat ik, als het even mocht, voor een reis naar oma koos. Zij woonde best behoorlijk ver. Voordat je er zou zijn, moest je eerst met de bus, lijn 5, en daarna ook nog met de trein. Mijn moeder bracht me naar het station en bij een van de loketten kocht ze een kaartje en ze vroeg wie er op mij kon letten. De conducteur die lette op waar ik eruit moest gaan. En mijn oma zou op dat station natuurlijk te wachten staan. Je kunt het je niet voorstellen dat het nu nog zou gebeuren. Ik denk dat elk weldenkend mens dit echt niet goed zou keuren. Maar oma stond er, want ze kreeg ruim voor ze naar het station toe kwam van mijn oma de tijd dat ik vertrok verstuurd per telegram. Ja, telegram. En, ja, en er staat hier niet op de foto, wel in het boek. Ik kan het boek even laten zien. Er staat hier een telegram. Ja? En op het telegram staat Henk vertrok 1 uur. Wil. Nou, Wil was mijn moeder. En die zei dus gewoon hoe laat ik was vertrokken. En de trein reed op tijd. Het trein reed op tijd. En het telegram, dat werd bij oma afgegeven voor de deur. En oma was ruim op tijd bij het station. Maar dan zit je als kind van 1 jaar of 7, 8... in de trein alleen een reis van 1 uur of 3 te maken. Je kunt het je niet voorstellen. Dat kan nu niet. Je laat je kind nog niet eens alleen naar de bus halte lopen. Nee, dat kan niet meer. Nee. Treinen met rook, met asbakken, ja. Die op en neer klapperden. Hou op. En die stonken. Vreselijk. Ze stonken verschrikkelijk. Ja. En ja. Iedereen rookte ook gewoon in de trein. Of het de normaalste zaak van de wereld was. Ja, je kunt het je nu bijna niet meer voorstellen. Hier. Wat zien we hier? Ja, de sigarenwinkel. Sigarettenautomaten buiten. Ja, ja dat was heel normaal. En sigaretten kopen, dat deed je ook. Ik heb van mijn eerste geld ook sigaretten gekocht toen ik 14 was. En waarom? Omdat ze thuis wisten dat ik rookte. Nee, dat was pure spanning. Ja. Je deed dat als kind, je ging dat een keer proberen. En je had niet eens veel geld, maar je kon toen al sigaretten kopen voor 1 gulden en pakje. En dat heette Runner, dat merk. Dat was heel goedkoop. En dat kocht je. Smerig, maar je was wel heel stoer. Je was wel ontzettend stoer. Ja, ja. Nou, later rook je dan wel. En op een gegeven moment is dat dan weer voorbij gegaan, want... Roken heb ik na mijn 25e niet meer gedaan. Op een gegeven moment stop je. Ja. Ja, dan krijg je, dan ga je erover nadenken. Ja, ja. En je kreeg het gewoon met, ook bijna met de paplepel. Bij ons thuis rookte iedereen. Op verjaardagen, hè, je hoort het meer mensen nu zeggen, stond een glaasje met sigaretten. Dat klopt, sigaretten en sigaartjes. Ja. Iedereen kreeg 1 biertje, hoger 2, een pijpje. Dat was het dan. Ja. En er waren chippies waren er nog niet. Nee. Een bakje pinda stond er. Pinda's, dat was het. Chips bestonden nog niet. Nee. Heb je nog meegekregen dat ze vroeger chips hadden en dat ze niet eens zout waren? Dat er een zakje los zout zat. Oh ja, ja. Van Smith's. En dat zat in een blauw dingetje en dan kon je zout overheen strooien. Oh. Ja. Wat is er veel veranderd. Ja, dit dan. Ja, toen ik dit plaatje zag, toen dacht ik, ja, ik had nog zelf zo'n banktafeltje met een inkpot erin. Klopt. Hè? Ja, het zit er ook, zit op het randje. Je hebt een pennengleufje en er zit oh, op het randje. Oh, daarna zit ja. het. Oh, dan schoof je open, hè? Juist, ja. En dat rook ook zoveel als bakkeliet, volgens mij, was het. Dat is telefoons. Klopt, dat dekseltje was van bakkeliet. Ja, hè? Ja. En dat had een nare geur. Ja, precies. En dat deed je dan... En dan had je een lab, hè, waarmee je het kon... Inklap. Die maakte mijn moeder. En de mensen die meer te verteren hadden, die hadden zo'n zeemelapje. Ja, dat was ja. dan uit de winkel, maar dat hadden wij niet. Gewoon door mijn moeder zo'n paar lapjes op elkaar met een knoop. Ja. En dat was onze inklap. Ja. Voor als je het knoeide. Ja. Oh, en als je dan knoeide in je schrift. Kwam kreeg er je niet eens een plaatje? Ja, kreeg je zelfs een rode van het ding en een uitroepteken dat je dacht, oh. Ja. En die pennen, dat waren rotpennen ook natuurlijk. Nou, die gingen vaak kapot. Ja. En je schreef er, de inkt was altijd heel donker en daar schreef je dan mee en... Ja, op een gegeven moment dan leer je wel wat netter schrijven en dan krijg je een stempeltje en na zoveel stempeltjes een plaatje. Ja. Maar op een gegeven moment kwam ik erachter, als je lichter schreef, kreeg je automatisch een hoger cijfer. En toen, omdat ik tussen de middag overbleef, ben ik naar de waterkraan gelopen en heb water bij mijn inkt gedaan. En sindsdien kreeg ik betere cijfers. Oh, echt? Ja, water bij mijn inkt. Ik heb gesmokkeld. Oh, dat je dat wist. Hoeveel streek? Ja, het werd automatisch lichter met het water. Ja. En ik schreef veel mooier opeens.
Want het was echt in die schrijfschrift, ik heb zelfs wel een marteling. Het was soms een marteling. Ja. Om het binnen die lijnen te krijgen zonder te knoeien. Klopt. En het waren niet eens, het was niet één lijn. Het was een extra hulplijntje waar je de H, de onderkant van de H, die moest daartussen passen. Ja. Zo. Ja. Arme kinderen. En de moeder zwaaide ze uit. Heb je daar een gedichtje van? Vast wel. Moet ik ook even zoeken weer. Geeft niks. Want dit is natuurlijk. Of gaat het dan ook over de inkt en dat je over. Nee, dat ik weet. Dat weet ik niet. Weet ik niet of ik dat erbij heb gezet. Dat ik zo'n boefje was. Ja. Het heet Eerste Schooldag. Moet ik even kijken waar die staat. Want hoeveel gedichten heb je totaal? 138. Zo. Want er zijn 138 foto's. Oh. Het boek was oorspronkelijk dikker. Maar de uitgever heeft gezegd: als je hem nou iets dunner doet, dan past hij nog door de brievenbus. Maar Slim. Hij was eigenlijk 150. Deel 2. Ben ik al mee bezig. Hoe kom je aan al? Want jij de doos van je moeder heb je dan gekregen na haar overlijden, neem ik aan. Nee hoor, mijn moeder leeft nog, maar ze wilde geen foto's meer. Oh, ze leeft nog zelfs. Ja, mijn moeder is 93, wordt bijna 94. Jeetje, wat geweldig. Ja. Wat vindt zij van dit boek? Tranen, toen ze het kreeg van me. Ah. Echt in tranen was ze. Ze vond het echt geweldig. En ze is nog goed. Ja, ze is nog heel bij. En van wie kreeg je verder foto's? Want je moeder had vast niet de 100. Nou, ik kreeg kreeg ik foto's door. Omdat ik in het Algemeen Dagblad, daar heb je lezers helpen lezers. Ja. Daar heb ik een advertentietje geplaatst van wie wil me helpen. Ik ben een boek aan het schrijven. En daar heb ik zoveel leuke reacties op gehad. En één meneer, Ben heet hij, die heeft mij echt heel veel gestuurd. Hij zegt, dit is het dossier van mijn vader. En die was hobbyfotograaf. Nou, daar heb ik dus echt schitterend. Volgens mij zitten er wel 15 in dit boek. Want die maakte natuurlijk ook hele mooie foto's. Ja, die maakte bruikbare foto's. Want de foto's zijn over het allemaal heel klein van vroeger. Ja. En daar kan je niet zo heel veel. Juist, daar kan je niet heel veel mee. Ze zijn niet meer zo duidelijk. Ja. En de foto's van. Want als je hierin kijkt en je had bijvoorbeeld een fotograaf die thuis kwam. Dat zijn de beste foto's. Ja. Die je dan moest kopen. Of de schoolfoto's waren de beste foto's. Ja, schoolfotograaf. Ja. Ja. En verder ben ik heel erg gaan zoeken in allerlei archieven. En toen kwam ik ook heel veel bruikbare. Deze is bijvoorbeeld uit een archief. Want ja, ik had die foto niet. Mijn moeder ging me niet eens brengen naar school. We liepen gewoon naar school met z'n allen. Ja, we liepen. Eerste schooldag. Eens even kijken waar die staat, hoor. Nou, daar heb ik heus wel eens een klap ontvangen, hoor. Op weg naar school, op weg naar huis. In die zin waren de jongetjes die een beetje ondeugend waren. Toch? Ja. Ja, wij waren braaf. Ja, ik weet er van alles van te vertellen. Ik weet dat we de trouwerij van de juffrouw, en daar mochten we dan naartoe. Dus dan mocht je je zondagse broek aan. En dan ging je naar huis. Maar ja, op een gegeven moment was Henk, spelen. Ja, over het prikkeldraad. Maar winkelhaken in je broek. Want dat had je vroeger zomaar. Mijn moeder was heel gezegend toen er een spijkerbroek kwam. Want die kon daar tegen. Maar onze Telenka broeken konden daar niet tegen. Mijn rokken ook niet. Nee. Allemaal scheuren erin. Ja, ja. Weer een winkelhaak. Wegbroek. Ja. Voor de eerste keer ging ik die dag naar de lagere school in de buurt. Door alle moeders bij het afscheid werd er door het raam getuurd. Ja, alle moeders waren er. Vaders moesten alle werken. Bij sommige kinderen kwam oma zelfs het afscheidsteam versterken. Mijn moeder was er niet, helaas. Moeder die was thuis. Ze lag nog in het kraambed bij ons in het achterhuis. Mijn broertje was net geboren, dus zij kon niet komen toen. Ze zei nog wel, je best doen hoor, en gaf me een dikke zoen. Die eerste dag, ik weet het nog. Het is altijd bijgebleven. Ik heb toen voor de eerste keer echte schrijfletters geschreven. Ja. Miep en juf in de klas. Dat was mijn eerste zin die ik schreef. Miep en juf in de klas. Overtrekken was het. Overtrekken, ja. Ja. Je hebt wel een heel goed geheugen. Dat zegt mijn vrouw ook altijd. Wat weet je veel van vroeger? Ja. Want jij vertelt dingen en ik zeg, oh ja. Hè? Zo werkt het wel. Ja. Maar je hebt echt een goed geheugen. Ja, dank je wel. Of is dat ook geactiveerd? Ja, ik ga niks afdoen aan jouw geheugen. Maar door de foto's die je ontving. Nou, ik denk eerder dat het andersom is. Dat ik het al wist. Je wist al, maar die foto's moest je er nog bij zoeken. Nee, ik weet echt van alles van vroeger. Ken je deze dame nog? Ik wel. Ja, ik ook. De technicus. Wie is die? Dat moet je met die mevrouw bij die serie. Ja, dat is.
Dat is Tante Hanny. Tante Hanny. En ze heet eigenlijk Hanny Lips. Van de Verrekijker. Ja, en ik weet niet, heb ik daar... Ja, heb ik ook een gedichtje van. Als er een programma kwam, een kinderprogramma... en dat was vroeger alleen op woensdagmiddag om 5:00... Dan zwaaiden ze zo. Juist. En dan zeiden kinderen terugzwaaien, hoor. Ja. En iedereen dacht, ze kan me zien. Ja. Ze kan al zien, dus ze zwaaien gauw terug. Ja, precies. Precies. Ja, Tante Hanny. Heel lief mens. Ja. Zal ik de jongen? Nou ja, als nog even heb ik het halve... Nee, dat kan niet. Het zijn zoveel gedichten. Nee. Als de tijd om is, is de tijd om, hè? Is goed. Tante Hanny. Op woensdag en op zaterdag... Ja. Om 5:00 elke middag... was het dat ik de verrekijker op tv bij de buren zag. Dan was er Vier Veren Waterval, Tex Tucker, Okie Trooi, Pipo de Clown en tekenfilms soms wel een hele zooi. Ook was er dikwijls Coco en de Vliegende Knorrenpot. Maar als er weer een zwiebertje kwam, dan lachten we ons rot. Na afloop zag je soms Hanny Lips, die zei, tot de volgende keer. Tante Hanny nam zwaaiend afscheid. Dag allemaal, ik zie jullie weer. Ja. En dat zei ze. Ja. Daar werden we zo blij van. Ja, het was heerlijk. Het was zo onschuldig allemaal. Ja, dat is ook het woord. Ja. Onschuldig. Ja. En we zaten bij de buren en het was 5:00 en dan belde hij aan. En vaak stond de deur open, klop. Ja, mag ik televisie kijken? Ja, kom maar. En dan kwam hij. Alle kindjes erop. En er zaten al 10 kinderen op de vloer. Ja. Ja, och. Maar hoeveel televisies waren er in de straat? Nee, 2, 3? Ja, 2, 3. Ja. Max, ja. Ja, we hadden dus het woord veilig, het woord wat je zei, de naïef hadden we al... zorgeloos. Ja. Nou, dat dachten wij, maar de ouders... Alles behalve zorgeloos. Om de eindjes aan elkaar te knopen. Hou op. Mijn vader verdiende 40 gulden in de week. Het was toen in de week betalen. En toen ik heel klein was, woonden ze nog op kamers, want huizen waren er niet. En dan 40 gulden, waar heb je het over? Maar ja, je kunt het ook niet vergelijken, want een broodje of een kadetje was 4 cent. Ja. Staat ook in het boek, die prijslijst, een keer ergens. En dan denk ik, 4 cent? En dan guldencenten, hè? Ja. Maar je had de huur moest betaald en dan... het was lastig. Ja. Moeder ging niet voor niks naar de markt om daar... en dan fietsten we van Rijswijk naar Delft en dan ging ze daar naar de markt. Ja, want de supermarkt is ook van later, want de melkboer kwam aan huis... en de groenteboer kwam aan huis. Bakker kwam aan huis. Ja, je kon ook naar de bakker toe natuurlijk en naar de slager, maar ze deden ook rondes. Ja, en het kwam heel goed uit, want je moeder was natuurlijk thuis, maar die had het heel druk. Want alles moest met de hand gedaan worden. Ook de was en de wasmachines. Aan het begin had je ze niet. Later kwam dan de eerste wasmachine met zo'n draaiding. Ja. Maar daar was ze de hele maandag mee bezig. Ja. En mijn vader moest dan die hele zware ketel met kokend water dragen. Heel gevaarlijk eigenlijk. Ja. Ja. Maar ik heb wel gezien dat er een eerste Albert Heijn in onze nieuwbouwwijk kwam. En dat was in een garage nog. En later een soort van Melro, Vivo-achtige winkeltjes. De kleine zelfbedieningszaakjes waren dat. Ja. Maar dat was in opkomst toen. Ja. Maar de melkboer kwam met paard en wagen. Ja. De groenteboer, de schillenboer allemaal ook paard en wagen. Scharen sliep ook, hè? Scharen sliep kwam. Liet je messen slijpen. Klopt. Ja. En de meetopnemer kwam. Ja. En de postbode is er nu nog steeds, maar die had veel meer post dan 2 nu. 2 keer per dag in het begin. Ja, soms. Ja, morgens klopt. En 's middags. Ja. Ja. Er was een hoop beweging in de straat. Dit gaat over wasmiddelen, want dat hadden we vroeger ook. Wasmiddelen. Ja, die heb ik alvast apart gezet. Een zelfwerkend wasmiddel met bleekmiddel. Kijk eens aan. Zonder chloor. Dat jullie het Persil. Weten. Persil. Persil. Bestaat dat nog? Ik zou het niet weten. Ik ook niet. Nee. Heel veel wasmiddelen in de jaren zijn er bij ons langs gegaan. Radion, Omo, Lux en Persil werden in de was gedaan. Sunlight, Sunil, Das en Brio, Sil, Castella en Dritex. En wat later kwam toen ook nog Dreft en ook nog Biotex. Wat ik weet nog uit die dagen was het sparen dat men deed. Emmertjes op een spaarkaart plakken en vrouwenkopjes bij de vleet. Wij hielpen mee ze op te plakken, hadden een volle kaart. Dan was er voor ons gezin weer een extra handdoek bijgespaard. Zo kwam bijna heel de uitzet van handdoek en van theedoek thuis via emmertjes op de spaarkaart en via post bij ons in huis. Allemaal plakken. Castella Parels had je en er zat zo'n vrouwenkopje op. Zo'n rondje, allemaal uitknippen en opplakken. Ja, want zelfplakkend was er ook nog niet.
Oh nee, nee. En van later weet ik dat er van die grote tonnen kwamen. Van Dash, geloof ik. Dat waren echte grote tonnen. Ja, en dat schepte je dan uit. Ja. Ja. Is het hele boek dichtvorm? Ja. Het hele dus boek is dichtvorm. Je verhaalt in dichtvorm. Klopt. Ja. Klopt. Dat ging mij in wezen het makkelijkste af. En ik denk, ik wil ze heel toegankelijk houden en makkelijk leesbaar. Ik had namelijk het idee, als dit boek voor mijn generatie is en ouder, dan zijn dat mensen die hebben helemaal geen zin om van die grote lappen tekst te lezen. Dus ik dacht, als ik het nou zo doe, kort, bondig en heel toegankelijk, dan is dat leuk. En heb je er lang over gedaan, al met al? Ja, wel, is het een opbouw? Maar ja, een jaar of twee. Nou, dat is niet lang. Vind ik niet lang. Oh, nou, ik vind het lang zat. En er komt een deel 2 aan, dat heb je al beloofd, hè? Nou, het deel 2 is ook al voor meer dan de helft af. Dat zie je. Ja. Ja, leuk. En daar staan ook fantastische foto's in. Echt heel leuk. Ja, ik ben er blij mee. Heel leuk. En weet je al hoe dat gaat heten? Ja, deel 2. Verlangens naartoe, deel 2. Ja. De 50 en 60 jaren. Oké, we gaan door. Goed zo. Wat doet deze meneer op het dak of mevrouw? Dat is de schoorsteenveger. Oh, de schoorsteenveger. Nou, hier heb ik dus heel veel respect voor. Zeker als ik vanuit deze tijd naar die man kijk. Hij loopt daar zonder enige bescherming op de nok van een dak van een flat van 4 hoog. Dat deed Sinterklaas en Zwarte Piet ook. Ja, tuurlijk. Als je dat geloofde wel, ja. Ja, tuurlijk. Maar dit is gewoon maar echt. Maar veiligheid waren ze helemaal niet mee bezig. Nee, nee. En die man liep daar en ik zei, als die uitglijdt is die weg en is klaar met hem. Want 4 hoog naar beneden vallen overleef je niet. En misschien heeft die man gewoon zijn pensioen gehaald. Dat weet je natuurlijk niet, maar ik vind het een geweldige foto. Zelf woonde ik ook in zo'n flat, maar dan 3 hoog. Zo moet je dat ongeveer voorstellen. Nou, van die flats, van die wijken zijn er zoveel gebouwd na de oorlog. Ja. Ja. Dat is toch super dit. Die foto. En daar werden dan ook kinderliedjes van gemaakt. Hè? Schoorsteenveger ging op reis en zo. Dus je zong ook over wat we zagen, toch? Nou, dat liedje ken ik niet. Oh, nee? Nee. Je hield ook niet van blokfluit, dus ook niet van zingen? Nou, ik hield best wel van zingen. Oh, van zingen wel. Ja, ik kon dat ook best wel goed. Daarom mocht ik altijd, als er een schooloptreden was of een lustrum of wat, ik zat er altijd bij. Oh. Ja, ik mocht altijd wel meezingen, ja. Nou. Vroeger moest je ook zingen voor de klas. Als je een liedje nieuw moest leren, christelijke school, moest je weer een gezangetje leren. Of maandagochtend. Juist. Opzeggen, nee, zingen. Zingen. Als je zong, dan kreeg je nog een hoger cijfer. Een 10 plus. Ja. Tot grote ergernis van mijn vader, die zei altijd, dat kan niet. Ja. Maar ik kreeg een 10 plus, omdat ik het zong. Oh. En dat vond de juffrouw waarschijnlijk erg mooi. Ja. En ging het altijd goed? Ja, ging altijd goed. Want de jongens die hadden het vaak wat schaamte daarvoor, hè? Vonden het een beetje eng en zo en haperde wel. En ik had het altijd wel geleerd, want ik nam altijd het boekje mee in de kerk. En wij gingen zondags naar de kerk. En ik vond die preek altijd zo vreselijk lang. Dus toen dacht ik, ga mijn liedje leren. Dus dat deed ik onder de preek. Je bent heel slim, hè? Jij denkt dingen uit, hè? Oh, is dat zo? Ja. Ja, maar ja, dat moest voor de volgende dag. Kan beter dan maar nu leren. Ja, tijd zat. En dat mocht ook. Jouw moeder pakte dat niet af. Nee hoor. Nee, die was al lang blij dat ik stil was. Dat je stil was, ja. En gaf een pepermuntje en die houdt even zijn mond. Ja. Ja. Maar de kerkdienst was voor een kind natuurlijk, 20 minuten preek is voor een kind echt heel lang. Ja, is heel lang. Ja. En er waren nog geen, want in mijn tijd kwamen er ook zondagsscholen. Dan mocht je dus naar de zondagsschool. Ja, dat had je, klopt. Dat hadden we ook, zondagsschool. Maar kindernevendienst, zegt dat je wat? Ja. Dan mocht je tijd, dan werd er dus gepreekt en dan gingen alle kindertjes weg. Maar dat is veel later, hè, alweer. Dat is echt van later, want dat heb ik nooit meegemaakt. Ik ook alleen mijn jongste broertje had dat. Ja. Ik heb het ook niet meegemaakt. Was het maar zo'n feest geweest, dan had ik niet naar die preek over luisteren. Maar ja, had ik ook mijn liedje niet kunnen doen. Had je ook een liedje niet kunnen doen? Zo is het. Ja, we zitten dus, merk ik, te lachen. Jouw moeder liet een traantje. Het is voor sommige mensen misschien ook heel emotioneel om in die tijd terug te zakken even, hè? Ja. Je zakt even terug in de tijd. Klopt, dat klopt, ja. Maar ja, je zei al, we moeten er niet in blijven hangen. Maar het is een beetje melancholie, maar ook een stukje vrolijkheid. En wat is er veel veranderd, hè? Nou, dat klopt. En het is, voor mij, ik heb het boek geschreven, ik heb een hele leuke jeugd gehad. Ik heb niks te klagen gehad. Ik vond het een toptijd. We hadden niks en toch
was er van alles. Ja. En als we naar oma gingen, was het feest, want bij oma was er nog wel van alles. De gruitersnoepje van de week had ze altijd, dat kregen we dan. En oma had altijd wel lekkere dingetjes. Ja, want die waren zelf snoeperig, hè? Mijn oma is ook een snoeperd. Ja, mijn oma had ook, die hield er ook wel van. Ja. En, waarschijnlijk maar, omdat zij in hun jeugd ook niet dat konden kopen. Nee, dat denk ik ook niet. Oorlogstijd mijn oma was uit 1905. Ja, nou, dan dus was het precies, toch ook niks. Nee. Nee. En die is heel jong getrouwd. En mijn moeder zelf is ook heel jong getrouwd. Want ik geloof dat ze 19 was toen ze trouwde. Dat gebeurde vroeger zo. Ja, 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 ja. Maar er zijn zat kinderen. Want als je wel eens op die sites kijkt van Facebook. Dan hebben ze het over gelukkige jeugd. En dan schrijven ze eronder. Mijn jeugd was helemaal niet leuk. En ik heb helemaal niet een fijn gevoel erbij. En dan denk ik iedere keer, wat is dat sneu voor jou? Want ik heb dat wel gehad, wat jammer. Maar ze zeggen als je ouder wordt, met alle respect voor jou Henk, dat je alles wat meer door een roze bril gaat zien. Zou dat bij jou ook zo kunnen zijn? Nou, misschien. Weet ik niet. Zou zomaar kunnen, maar ik kan niet bedenken. Ja, als ik nou terugdenk, en wat was er dan zo rot uit die tijd? Ja. Dat is dat ik wel eens een pak slaag kreeg thuis. Of met een mattenklopper thuis, als ik wat had uitgehaald. En je kreeg dan echt met een mattenklopper. Ja, dat is ook kindermishandeling. Dat kan helemaal wel. Niet meer. Ja, je zou gelijk er wat van zeggen. Ja, 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 ja. Veilig thuis erop afsturen. Ja, toch? Ja, kind moet therapie gelijk uit huis geplaatst. Terwijl je dol was op je vader en je moeder. Nou, zeker. Maar dat zijn de kinderen die uit huis geplaatst worden ook vaak nog. Ja. Maar ja, je kreeg met een mattenklopper. En je had het over kou vroeger. Ja, dat was er zeker. Ja. Wij droegen in de winter als kind een hemd. En daarover een borstrok. Ik weet niet of dat je wat zegt. Dat ja, was zeker. Een, dat die breide mijn van, oma. Juist, ja, ja. Een wollenhemd was dat. Ja, ja. En ik was altijd blij dat die in de zomer weer uit mocht. Want dat ding kriebelde altijd. Het kriebelde enorm, ja. Dat ja. vond ik helemaal niks. Ja. Maar het was wel lekker warm. Ja. En als kind voel je natuurlijk bijna nooit kou. We hadden wel wanten. Want handschoenen, niet nee, wanten. Wanten, dat zat, ja, wanten. Heerlijk, had mijn oma gebreid. Ja. Dikke sokken. Maar het kon vroeger echt heel koud zijn. En als we dan naar bed gingen, dan was die kamer niet verwarmd. Dan kreeg je kruikje mee? En nee, mijn moeder die haalde de deksel van de kachel af. Oh. En die deed ze even door het bed zo. Ach. En dan had je lekkere warme voeten. Ja. Maar als je 's ochtends opstond en je keek naar buiten, dan ging dat niet. Want daar stonden allemaal ijsbloemen op de ramen. Ja. Je kon niet naar buiten kijken. Nee. Enkel glas, het was erg koud. Enkel glas, no, ja. Helemaal geen dubbel glas. Het bestond helemaal niet. Nee. En helemaal niet in deze tijd, Sinterklaastijd. Nou, dat was een super tijd. Daar verlangde je naar, hè? Dat was echt zo gaaf. Het is jammer dat er zoveel aan kleeft tegenwoordig. Ik wil het er eigenlijk niet eens over hebben. Want nou, die tijd van vroeger... Nee, het mag wel hoor, maar ik vind het... Want dit is in principe, Sinterklaas op een paard, is niet veranderd. Hij komt nog steeds op een paard. Ja. Wat op zich al heel uniek is. Gelukkig. Na zoveel jaren. Gelukkig dat hij nog op een paard rijdt, ja, dat het nog mag. Ja, dat vind ik subliem. Geen dierenmishandelingen. Nee, dat is misschien helemaal komt niet. Dat er ook nog aan. Wie zal het zeggen? Sinterklaastijd was echt een magisch, heerlijke ook. Tijd. Ja, ja. En als je het dan bedenkt, dan... Dat mijn vader me meenam, dan gingen we naar oma in Delft. En die ging dan daar een bakje koffie. Sinterklaas komt zo door de straat. En druk. Het stond van 4, 5, 6 rijen dik met mensen. En dan kwam Sinterklaas en een heleboel zwarte pieten. En die strooiden van alles op straat. De straat was smerig, maar als kind had je dat niet in de gaten. Je sprong er bovenop en je had 2 pepernoten en een... En zo'n suikerdingetje had je. Ja. En je was de koning te ja. Het was top. Ja, hygiëne deden we ook niet nee, aan. Hè? Je nee. had het verhaald bij ons voorgesprek. Dat zelfs mensen of kinderen de kauwgom van de straat schraapten. Ja, en nog even verder kouden. Hè? Heb ik 1 keer gedaan. Ja, 1 keer. Je kunt het je niet meer voorstellen. Ik kwam thuis uit de kleuterschool. En ik moest altijd langs de sigarenboer en dan langs de groenteboer en dan langs de bakker. En op een gegeven moment dan je neus bij de bakker met lekkere dingetjes. En ik draaide hem om en dan lag kou om. Ik denk, hè? En toen trok het van de straat en stop het in mijn mond. En toen kwam ik thuis. Wat heb je daar, zei mijn moeder? Kauwgom. Hoe kom je eraan? Nou, toen kreeg ik natuurlijk een preek. Dat doen we niet, Henk. Maar je dat hebt het niet. Overleefd. Je zit hier gewoon. Ja, ja. Dat is, maar dat het leek net... Vroeger kwam je met alles in aanraking en ziek zijn was er eigenlijk niet bij. Nee.
af en toe had je dat wel eens. En dan had je iets te pakken. En dan was je 2 of 3 dagjes thuis. En dan was het er klaar. En je speelde veel op straat. En in de zandbakken. En in de... Je kwam toch altijd een beetje viezig thuis. Je viel op je knieën kapot. Knieën kapot, ja. Broek kapot. Ja. Maar dat was heus niet dat je naar de EHBO moest. Nee. Je kwam thuis. Oh, wat heb je? Oh ja, ja, nou, doe maar een washand. Ja. Klaar. Ja. 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 En zijn wij nou verwaarloosde kinderen geweest in die tijd? Vragen mensen dan wel eens. Want dat is toch eigenlijk niet meer te verantwoorden in deze tijd zoals wij erover zitten te praten? Nou, dat is natuurlijk niet zo. Nee, hè? Absoluut niet verwaarloosd. Sterker nog, mijn moeder was om 3:30 altijd thuis. Ja. Een heerlijke kan je het niet, veiliger kan je het niet hebben. Precies. Ja. Precies. En dan was het van, mam, ik ga buiten spelen. Trek eerst even andere kleren aan. Je speelkleren. Ja. Ja. Want als je met je mooie schoenen, dan zaten gelijk die neuzen waren kaal. Want je deed van alles. Hè? Want je had zondagse kleren, hè? Ook dat. Je had zondagse kleren. Ja, ook nog. Dus je had speelkleren, schoolkleren, zondagse kleren. Ja. Met, en zondagse kleren, dat was dan heel netjes. Als kind een klein wit overhemmetje met zo'n giletje eroverheen. En een vlinderstrik. En die zat met een elastiekje om je nek. Nou, mocht je met kerst super netjes ook aan. Natuurlijk. Ja. En wij hadden lakschoentjes. Naar de kerk, ja. Ja. Ja, witte sokjes en lakschoentjes, ja. Nou, dat weet ik dan. Ja, dat was er wel. Voor de meiden. Ik heb nooit zusjes gehad. Oh, dat maar weet ik je. Zag het natuurlijk wel. Ja, ja, ja. Ik zag natuurlijk al in de kerk, zag je dat. En op, ja, als je dan naar huis liep of je was naar oma, dan kwamen mijn nichtjes en die hadden lakschoentjes. Ja, ja. Ja. De trein, we zeiden het al, met de asbakken in de leuningen, nou, de stoelbankleuningen. Ja. En ja, dan zie je een dame zitten en een dame die daar rookt. En ik weet ook nog wel, van vroeger werd er altijd wel gezegd van roken op straat, dat zag je mannen doen. En een vrouw roken op straat zag je nooit. Nee, dat was not done. Dus dit mocht wel, dit is een dame te roken in de trein, dat kon wel. Maar op straat mocht dat niet. Raampje open, maar oh, wat stonk het, hè? Nou, er werd in de hele trein gerookt. Er was volgens mij niet eens een niet-roken coupé. Nee, dat kwam ook volgens pas mij veel later. Ja, weer. Je had vroeger wel... In het vliegtuig mocht ook gerookt worden. Klopt. Tot heel lang zelfs. Ja. Ja, want toen ik voor het eerst vloog, ik was 1 jaar of 20. Nou, er werd volop gerookt. Ja. Dan maar zien hier, we nu, ja, nou ja, bij de trein had je vroeger ook klasses. Dat heb je nog steeds. Eerst, heb je wel eerste en tweede klasse. En derde toen. En je had derde klasse. Ja. Zat je op een houten bank. Ja. 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 Heb ik ook nog meegemaakt. En dan 3 uur lang naar je oma toe op een houten bank. Ja. Je bleef vast niet zitten. Je liep vast een beetje... Ik zou dat niet meer weten. Want dat weet ik dus niet. Ik heb een goed geheugen, maar ik weet niet meer of ik ben gaan lopen. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Nee, heel braaf voor het raampje. Ja, dat was zat te zien natuurlijk. Ja, dat was zat te zien. Ja. Want zo vaak deed je dat waarschijnlijk niet. Nou, niet heel vaak. Nee, er was geen geld voor. Nee, klopt. Nee. Klopt. Ja. Als we, stel over 100 jaar, hè? Ja. Want we kijken nu terug vanuit 60 jaar, zo'n beetje. Maar stel over 100 jaar. Heb je dan een idee wat de historici over die tijd zullen zeggen? Want ze waren er niet bij. Ze hebben jouw boek, gelukkig. Ja. En wat, en als ze dat dan inkijken, wat, hoe zouden ze deze tijd omschrijven? Ik denk sowieso de tijd van de wederopbouw. Mm-hmm. Dat sowieso. Want heel Nederland was heel erg bezig met er weer wat van te maken. Er wat van te maken, ja, dat, ja, hè? Ja. En ik denk ook, als ze het boek zien, dat ze wellicht onbezorgdheid bespeuren. Eenvoud, als kenmerk van het ware. Waar gaat het nou echt om, hè? Ja. Ja. Veiligheid, eenvoud, ja. En tradities. Traditie. Zeker wel. Want alle tradities, dat werd in ere gehouden. Ja, ja. Als je tegenwoordig het woordje kerstfeest zegt, dan is dat bijna dat niet meer mag of zo. Dat heet anders, dat heet het winterfeest of zo. Ja. Wij hadden allemaal onze tradities en wij vonden het top. Ja. Ik kan me als kind ook helemaal niet heugen dat ik ooit de gedachte heb gehad dat het woordje zwart bij Zwarte Piet een andere lading zou hebben. Mm-hmm. Helemaal niet zelfs. Ik vond Zwarte Piet helemaal top. Ik vond het echt... Die haalde streek uit. Ja, die vond je die spannend. Die haalde streek uit. Ja. Met de roe achter je aan. Juist. Die vond je spannend. En wie werd er meegenomen in die zak? Ja. En dat gebeurde op school echt. Ging echt een kindje in de zak. Later kwam die wel weer terug. Ja. Maar je vond het reuze spannend allemaal. Ja, ja. En nu willen alle dames mee naar met Zwarte Piet in Spanje. Hè? Lekker weer. Allemaal mee in de zak. Allemaal mee, ja. Ja. Maar ook het kerstfeest was...
Ik heb een verhaaltje erin staan, dat gaat over het kerstfeest. Dat de juffrouw het kerstverhaal voorlas. Dat vond je leuk. Dat heb je heel vaak gehoord. Ja, op de christelijke school natuurlijk. Ja. Van het kindje en de drie wijzen. En elke keer hoorde je het weer. En elke keer vond je het weer heel mooi. Ja. Ja. Het was ook een toptijd. Ja. Wij hadden echte kaarsjes in de boom. Ja. En maar water daarnaast. Klopt. Jij brengt het tot leven in dit boek. We zijn een beetje aan het einde van de uitzending aan het komen. Nu al? Of het is snel gegaan. We zouden 2 uur kunnen praten, hè? Nou, ja. Hè? Maar het was ook... Ja, maar zeg nou zelf, het was toch een toptijd? Ja. Ja. Nou, ja, als ik jou met jou praat, ook in ons voorgesprek en ook nu... Dan jij laat ons wel kijken met een warm gevoel naar die tijd. Nou, dat is, heb jij. Dankjewel. Dat is jouw verdienste. Ja. He, als er nu mensen horen van dat toch wel zwaar was en zijn programma's van mensen die dingen hebben opgelopen en kinderen weggehaald bij hun ouders en baby's van ongetrouwde moeders moesten weggegeven. Er was ook wel een onderlaag met leed, denk ik. Ja. Maar die zien we niet in dit boek, Henk. Nou nee, je ziet ook bijvoorbeeld het leed bijvoorbeeld bij watersnood. Dat zie je niet terug, maar je ziet wel een stukje tekst van een stukje geschiedenis van toen. Want de watersnood was er echt. Was er echt. Er zijn heel veel mensen, 1800 mensen geloof ik overleden toen. En dat was voor Nederlandse begrippen ontzettend veel. Heel veel, zeker. Ja. Maar soms is het ook goed, denk ik, om, dat is ook een christelijke gedachte wellicht, tel je zegeningen. Ja. Kijk naar de mooie dingen die gebeurd zijn. En natuurlijk moeten we ook kijken naar dingen die moeilijk waren of vervelend. Maar daar hoef je niet de spotlight op te zetten of in te blijven hangen. Wat jij ook zei, we blijven er niet in hangen. Nee. Nee. En het heeft ons ook niet minder gemaakt of zo. Vinden wij niet. Nee, vind ik ook niet. Nee, je wordt iets en ik ben tot iets geworden en daar ben ik best tevreden over, hoor. Ja, en daar hoorde mijn jeugd ook bij. Ja. De eerste 20 jaar in de jaren 50 en 60, ja. En je kon er mooi over vertellen. Dankjewel. Wil jij nog even wat vertellen over je boek, waar we het... Je hebt een mooie poster gemaakt. Ja. Laat die misschien even omhoog houden, want dan is het heel duidelijk in beeld. Ja, heel erg duidelijk in beeld. Dit is Verlangen de poster. Verlangen naartoe, ideale Sinterklaas en kerstcadeau. Waar kunnen mensen het kopen? Gewoon bij de boekhandel? Ja hoor, je kunt het bestellen bij elke boekhandel. Je kunt het, zeker in de regio, zie je het ook in de boekhandels liggen. In de regio van Noordwijk, Sassheim. De Bollestreek. Ja. Katwijk, de Bollestreek. Echt, daar ligt het. In de meeste boekhandels ligt het. Je wordt er heel blij van, mensen. Dat geloof ik ook wel, ja. Van jouw verhaal zijn we dat ook geworden. Nou, het boek is natuurlijk al gekocht door mensen. En die benaderen mij dan. Ja, wat zijn de eerste reacties? Wat een gaaf boek. Ja. En er was één dame zelfs die zei van, nou, die had het van haar nicht gekregen. En dat moest ik opsturen. En die stuurde een appje terug van, je wordt bedankt. Mijn was blijft liggen. Ik kom niet meer tot rust. Ik vind het zo'n fantastisch boek. Ja? En ik ga alle gedichtjes bijna zingen. Zegt ze, nou laat die was maar liggen. Ik geniet. Dank je wel voor het boek, zei ze. Nou, een mooie compliment. En dat hebben we in deze tijd heel hard nodig. Genieten en plezier hebben. Zo en dus wegzakken in een boek. Met het. Al die roerige tijden om ons heen. Kunnen we dit als een opsteker wel gebruiken in deze winter. Heerlijk. Ja. Hè? En ik denk dat het voor alle oma's en opa's in Nederland een topboek zal zijn. Want die hebben al alles, maar dit hebben ze nog niet. Nee, zeker weten we niet. Oké, dankjewel Henk. Nou, fijn jij ook bedankt. Fijn dat je er hartstikke was. Hartstikke leuk. Dit was Bollestreek van Toen voor deze week. Dank voor het kijken en tot volgende week. Thank you.